Hoi allemaal, ik ben Margen en vandaag hebben we een speciale Vraag het Vrijdag. Het gaat namelijk over cyber. En ik hoop dat na deze aflevering jullie allemaal iets wijzer zijn over het onderwerp cybercriminaliteit. Wat is cybercrime eigenlijk? Cybercrime is een afkorting voor cybercriminaliteit. Dat betekent dat iemand bijvoorbeeld met een laptop of een mobiele telefoon strafbare feiten pleegt op een andere laptop of een elektronisch apparaat. Denk daarbij bijvoorbeeld aan iemand die het wachtwoord hackt van jouw Facebook-account. Ja, zo iemand die probeert er altijd een slaatje uit te slaan. Dat is natuurlijk niet prettig. Ja, wat doet de politie eigenlijk tegen cybercrime? Ja, het is eigenlijk best wel moeilijk om op te sporen, want die criminelen maken allemaal gebruik van verschillende accounts. Het is vaak ook grensoverschrijdend, dus niet alleen in Nederland, maar ook bijvoorbeeld in Engeland of in Amerika. Maar we werken samen met bijvoorbeeld Interpol. We hebben bijvoorbeeld ons eigen cyber high-tech team hier in Nederland. Dus we doen echt ons best om die criminelen aan te pakken en ervoor te zorgen dat ook jij een deel van je geld of volledig je geld terug kan krijgen. Dan gaan we nu in op de nep-app of het nep-sms-berichtje van PostNL. Volgens mij hebben jullie het een beetje op het nieuws gevolgd, maar ik ga er iets meer uitleg aan geven. Nou, wat er eigenlijk gebeurde is dat je een sms-bericht kreeg van PostNL. Er zat een linkje en op het moment dat jij op die link klikt, kom je in een track-and-trace portaal terecht. Ja, er ontstaat een appje en dat appje kan je dan downloaden. En op het moment dat je die dus hebt gedownload, wordt jouw hele telefoonsysteem wordt overgenomen. Criminelen kunnen namelijk meekijken. En wat ze dan ook doen, is dat ze gaan kijken in je contactenlijst en die krijgen ook allemaal een sms-berichtje. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk, want ja, ze kunnen op die manier dus meekijken op het moment dat jij inlogt op jouw betaalrekening. Dat willen we natuurlijk niet. Dus wat kan jij doen? Nou, het volgende. Neem even contact op met PostNL, want misschien krijg je wel echt een pakketje. En wat je ook kan doen, is het telefoonnummer van wie je dat sms-berichtje krijgt doorzetten naar de fraude helpdesk en absoluut nooit drukken op de link. Dan hebben we nu nog een paar vragen van onze volgers. Een vraag van Christian Oldhoff. Hoe zit dat met creditcards hacken? Nou Christian, als volgt. Vaak als je iets wilt kopen op een webwinkel of op een andere website, dan geef je je gegevens van je creditcard. Wat vaak gebeurt is dat oplichters, criminelen dus, die hacken die webwinkel. En vervolgens hebben ze dus ook jouw gegevens. Dan hebben we een vraag van TheGang321. Hoe kan een hacker 5000 euro van je rekening afhalen? Nou, als het goed is, is jouw rekening beveiligd met allerlei verschillende wachtwoorden. En wat een crimineel doet, die stuurt jou een linkje waar je op je klikt. En vervolgens kan hij meekijken hoe jij dus inlogt. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk, want dan kan hij dus ook zien hoeveel geld je op je rekening hebt staan. Maar hij kan ook geld, crimineel geld, overmaken naar jouw rekening. Ja, wat er dan gebeurt, is hij plundert je volledige rekening en er blijft niets meer over. En de bank, die sluit jouw rekening dan af. Dan een vraag van René. Hoe kan je je wapenen tegen cybercriminaliteit? Nou, in eerste instantie zeg ik altijd, als je je huis verlaat, doe je toch ook je deur op slot. Doe dat dus ook digitaal. Denk daarbij aan verschillende wachtwoorden, tweestapsverificaties en nog een genoeg aantal ideeën. Maar weet je die ideeën zelf niet? Kijk dan op onze website. Politie.nl onder het thema cybercrime. Daar hebben we ontzettend veel tips die jou kunnen helpen. Dit was weer een speciale editie van De Vraag het Vrijdag. Dank jullie wel voor het kijken en dank jullie wel ook voor de vragen. Heb je nog meer vragen? Stel ze dan aan ons en dan gaan wij proberen ze zo goed mogelijk te beantwoorden. Doei!